Welkom, ik ben Anton Verleersum en ik laat u deze exoot zien. Lamborghini Aventador S van 2018 met net 12.000 kilometer op de teller. Ik loop alle opties met u la, zover ik ze allemaal weet. Hele exclusieve auto met heel veel carbon erop. Kijkt u mee? Ja, dat is een mooi logo, mensen. Hele mooie auto. De auto staat in een speciale steenslagfolie. Dus elk dingetje wat erop zit, kan er heel makkelijk vanaf. Er zit nagenoeg niets op. Hele mooie velgen. Gele remklauwen. Dat is ook een extra optie. En een voorlip, bijvoorbeeld van carbon, is ook extra. De zijskirt van carbon is ook extra. Het mooie van deze auto is, je kan je stoel erbij zetten, je kan uren kijken. De lijnen zijn uniek. En je blijft elke keer denken, wat is toch mooi gedaan. Hoe hebben ze het zo kunnen tekenen? Kijk eens. Super gaaf gedaan. Ik zal dadelijk de motor laten zien. De Aventador S. Ze heeft de facelift, het is de laatste versie die er is. En die blijft ook altijd uniek. En dat hoort natuurlijk bij een Lamborghini wel, hè? De deuren moeten natuurlijk wel omhoog gaan. Wat een bizar gaaf interieur. Ik heb altijd een beetje het idee dat ik in een vliegtuig stap, in een stelt. Die lijnen komen voor mijn gevoel helemaal overeen. Kijk maar eens hier naar het stuurwiel. Leer. Alcantara. Heel veel Alcantara in de auto. Zo ook hier zo. Een verlichting die oplicht. En dan de interieur details die dan hoog zwart zijn, dat is ook extra. Maar ook weer de hoofdsteunen met het logo, ook extra optie. De cupholder hier zo, die kan je weer verplaatsen naar de zijkant hier zo, is ook extra optie. Zit hier weer carbon, ook extra optie. Het is de tweede eigenaar, de man die deze auto nieuw heeft gekocht, heeft niet moeilijk gedaan over opties aanklikken, in verre van. Hier zien we dan het middenconsole. Dit blijft toch altijd uniek. De startknop. Het is echt uniek gewoon. Ik kan hem op sportstand zetten. En op Corsa. Dan krijg je een compleet ander dashboard te zien. En als de motor nog koud is, dan zie je het rode van de toeren hoger zijn, 6,5. En als hij dadelijk warm is, dan gaat dat zo richting de 8,5, 9. Fenomenaal gewoon. En je stapt natuurlijk in een raceauto. Maar het rijdt zo comfortabel. Uniek. Echt uniek gewoon. Telefoon kunnen we koppelen. Navigatie. Heel veel dingen kan je instellen. En de flippers. Dus je kan de auto op manual zetten. Dat heb ik hier goed doen. En op automaat. Als ik deze nu inzet, dan gaat hij naar manual toe. En dan kan ik dus met de flippers op en terugschakelen. Terugschakelen doet hij altijd automatisch. Opschakelen niet.
ruitjes in klapbare spiegels. Twee kanten uiteraard. Ja, echt. Het is zo'n feestje om met zo'n auto te mogen rijden. Motor. V12 740 pk. En je ziet hier heel veel carbon met de X-pijp, wat allemaal extra optie is. Dit is natuurlijk de vering die overdwars zit. Wat speciaal toen was voor Lamborghini, waardoor die een sublieme wegligging heeft. En een topsnelheid heeft van 350 km per uur. Uniek. Ah, die deuren zijn mooi omhoog. Fenomenaal. Met zo'n auto kom je niet zomaar ergens aan. Nee, met zo'n auto arriveer je ergens. En dat is een heel verschil. Het betreft een conciliatieauto. En de auto zit nog in zijn originele fabrieksgarantie op dit moment. De auto zal de dealer onderhouden. Uniek. Bedankt voor het kijken van deze film. Bent u geïnteresseerd in deze exoot? Wilt u uw jongensdroom waarmaken? Kom u dan bij ons langs aan de Warmoezenierstraat 23 in Naaldwijk. Maar belt u wel van tevoren even op, want deze auto is alleen te bezichtigen op afspraak. Tot ziens!